Er komen toch skiffenhuizen in Nijmegen. Dat heeft de gemeente Nijmegen besloten. Het zou gaan om een terrein aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord. Het terrein kan maximaal 10 jaar worden ingezet voor skiffenhuizen. De woningen zijn bestemd voor mensen die niet in een gewone woonomgeving kunnen wonen. In de skiffenhuizen krijgen de bewoners een rustige en stabiele leefomgeving waar hulp en begeleiding aanwezig is. Een uitslaande brand heeft het befaamde restaurant De Put in Bergendal in as gelegd. De brandweer arriveerde na een kwartier, terwijl hiervoor normaliter 8 minuten staat. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid was onderbezetting de oorzaak van de tijdsoverschrijding. Daardoor kreeg de brandweer de wagens niet op tijd bemand. De reden voor de onderbezetting is onbekend. Zowel de brandweerkorpsen van Nijmegen, Beek, Groesbeek en Wijchen kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. De brand is volgens de brandweer zeer waarschijnlijk ontstaan in de woning boven het restaurant. Er was iemand in de woning aanwezig. In het restaurant zelf was de kok aan het werk. Die is er door de buren uitgehaald. Afferden heeft geen kerk meer. De Sint-Victor en Gezellenkerk is nu een meditatiecentrum van de stichting Dhammakaya. De kerk is afgelopen week officieel overgedragen aan de stichting. Wat heeft dit veldje tegenover de McDonald's Charlemagne te maken met dit gebouw? Het Nebo-klooster bovenaan de Sionsweg. De eigenaar van het klooster heeft al sinds 2012 een aanvraag gelopen bij de gemeente Nijmegen om op de ongebruikte sportvelden achter het gebouw 30 woningen te bouwen. Die grond is echter onderdeel van het grondwaterbeschermingsgebied Heumensoord. Als de gemeente de plannen mogelijk wil maken, moet er ter compensatie een ander perceel de bestemming natuur krijgen. Het Nijmeegse college heeft hiervoor het veldje aan de Rijksweg in gedachten. Het perceel heeft nu nog de bestemming landbouw met natuurwaarde. Het veldje wordt tijdens de Vierdaagse gebruikt als omkleedplek en af en toe landen er helikopters. Wanneer de nieuwe bestemming van kracht wordt en of deze plek in de toekomst nog voor deze doeleinden gebruikt kan worden, is nog niet duidelijk. Hoewel het veldje eigendom is van de gemeente Nijmegen, ligt het in de gemeente Heumen. Die heeft Nijmegen verzocht een garantie af te geven dat het perceel daadwerkelijk als zodanig gebruikt en beheerd gaat worden.